Hoi, Lou. Hoi. 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 Kom zo bij jou. Hoe is dit? Schatje speelgoed. Laatste dag school. Vergeet die. Ze speelgoed. Dus daar kwamen we achter toen we het fietsrek inreden. Zei die mam, ga je ervan halen? Met zo'n gezicht van... Even vlot. Ik denk, ja, dat moet, dat moet. Het is de laatste dag. Waarschijnlijk gaan ze weinig doen aan rekenen, spelling, lezen. Ik denk dat het een en al spelletjesdag wordt. Wat ook het logisch is, de laatste dag. Weet je nog, de laatste dag? Schoolvakantie? Wow. Wow, wow, wow. Dat gevoel gaan wij dan weer krijgen. Wij... Ik moet niet zeggen oudjes, adults, dat gaan we zo weer krijgen. Dat, we gaan het wel krijgen op de dag voordat je echt op vakantie gaat. Maar de schoolvakantie, 6 weken, oi oi oi. Dat klinkt nu echt heel ver weg, is het ook. Ja, het leven gaat hard, jongen. Zeker als je kinderen hebt, gaat het, het lijkt wel alsof het sneller gaat. Alsof die scheurkalender de hele tijd 3 pagina's pakt. Schats, hatzee, hoezo, hoezo, weet je, lekker vlot er doorheen. Gewoon in de city, bam, bam, bam. Of is het een sneltrein? Is de innercity juist dat je stopt, overal? Pff, ik weet niet, maar gaat vlot. Lulu, we gaan je weer uitlaten. Weer met je koortje. Ik moet zeggen, het gaat best lekker. Het gaat best lekker. Zit. Zit. Oh, ik mag maar 1 keer zeggen. Even de beeld naar beneden. Ik mag maar 1 keer praten. Het woord maar 1 keer zeggen. Die man zei, oh, ben je doof? Oh, is ze doof? Ik zeg, hè? Ik dacht bij mezelf, bedoel je mij, die hond? Oh, niet herhalen. Dus gewoon volhouden, consequent. Net blafte ze toen ik aankwam, dacht ik, ja, niemand kan haar nu eventjes een kleine correctie geven. Dus dat is dan wel even een dingetje, maar we komen er wel. We komen er wel. Weer naar buiten, ja. Zie je? Het houdt niet op, de taakjes van een vrouw. Ik maak nu een rondje in mijn eigen huis, dat is awkward. Ja, ga maar gewoon weg. De deur uit. Loop. Zit voor? Braaf meisje. Heel goed hoor, je luistert hè. Goed zo. Kom, kom, ga deze kant op. Kom maar. Ik zeg het jullie. Dit koortje is magisch. Het werkt. Ik ga het heel lang nog doen. En dan komt er een moment. Ik pak hem nu wel even op, want ik zie een andere Dagoe. En ik kan natuurlijk nu de ultieme test aangaan. Hoe gaat ze het doen? Luistert ze naar mij? Maar wij moeten gewoon straks door. Dus dit is niet het moment. Laten we gewoon hier lekker links afgaan. Gewoon helemaal de temptation gewoon verslaan, overslaan. Ja, dat. Maar ik ben blij dat ik dus die dog whisperer heb ingeschakeld. Via Denzel. Want Denz heeft een tackle, dat weten jullie. En die is niet opgevoed. Zo heeft hij hem gekregen ook. Dus het was een hele kluif, alsof je een puber krijgt, weet je. Je zegt, ik doe een kind adopteren. Eentje van 12, ja waarom niet? Geef me maar meteen ook cholesterol erbij en een verhoogde bloeddruk. Dus dat. Wat ik wil zeggen is, deze meneer is echt magisch. Hij zag Lulu, hij zei, oh, binnen een uurtje heb ik eraf gericht. Oh, dat komt helemaal goed. Oh, trouwens, ik moet het factuurtje nog betalen. Jeetje, niet slecht. Veel mijn hoofd, jongens. Er gebeurt veel in mijn leven op dit moment. Oh, goed, kijk daar nou. Braaf meisje, hè. Oh, wacht. Zullen we dit even goed doen? Ja, je bent zo braaf. Kom maar. En helemaal geen spanning op de lijn, hè, jongens. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Weet je, ze hoeft niet een huifkar voor te trekken. Dat is geen pony. Ze moet gewoon lekker relaxed naast me lopen. En ze moest ook op dieet. Daarom heb ik dus nu van die brokjes in mijn zak. Gewoon haar eigen brokjes. Het zijn niet eens snoepjes. Het zijn gewoon brokjes van dit eet je iedere dag. Maar omdat je er gewoon niet meer continu eten gaf. Want dat deed ik. Ik gaf het niet de hele tijd, maar ik had het gewoon neergezet. Wist ik veel dat je die bak weg moest halen. Maar dan is ze dus de hele tijd verzadigd, die meid. En dan denkt ze ook, ja, boeien, ik ga iets voor jou doen met een snoepje. Want ik heb gewoon mijn eten daar staan. Alsof je het continu een open buffet hebt als mens. Ja, snap je? Het is warm. Heb ik te veel aan? Misschien, hè? Iets luchtigers. Kan wel. Sweaty Betty up in her. Wie heeft er vakantie? Ik. En wie ben jij? Ik ga helemaal stuk. Wat een fashion. Fashion, hè?
En hij brengt gewoon wel roze naar een ander leveltje. Sowieso. Hè? Kijk, we kunnen wel doen alsof hij dat gekocht heeft, maar ik heb het natuurlijk gekocht. Maar ik bedoel, het gaat erom. De fashion van kind wordt wel toegebracht door de ouder. Laten we dat even zeggen. Ik hoef geen props. Maar sommige mensen willen denken, heeft hij dat zelf uitgezocht? Hij heeft het hoedje wel zelf uitgezocht. Nee, maar het gaat er toch ook om dat je moet het ook nog maar dragen en dan moet je staan. Klopt. En je moet een bepaalde swag eraan toevoegen. Klopt ook. Maar soms zie ik ook mensen die hebben het aan. Ik vind dat dan niet staan. Dus het is ook nog een smaakgevalletje. Toch? Soms zie je, denk je, dit is volgens mij niet voor jou, maar toch vond jij van wel. Dus het gaat erom wat je zelf vindt. Frank, wat vind je van je look vandaag? Cool. Ook al cool gewoon. Oh, je bent best wel cool op de school gekomen, merk ik. Zo, hij kwam ook heel zo van. Heel erg. Je bent te laat. Het was echt precies half. Hij komt nooit half eruit. Ze komen altijd 3 minuten later, 4 minuten later. Vandaag waren ze dus 1 minuut eerder en hij was de laatste van zijn klas. Er stonden nog heel veel andere kinderen, mensen en moeders en praten en kletsen. Maar ik kreeg echt een blik van hoe kon je? Mag ik je vragen, Frenkie, wat de reden is voor het zo cool zijn nu? Je praat niet echt in volledige zinnen met je ouders. Het is alleen maar ja, cool, ja. Wat is daar de reden voor? Oh, tuurlijk. Ja. Broer zijn is natuurlijk ook het next level van dope en zo. Oké, we snappen het. We hebben gereserveerd voor het terras en we zien druppels op het raam. Maar we gaan richting de zon. We gaan richting. En anders gaan we naar binnen, zo simpel is het. Snap je? We maken er het beste van. En ze klappen maar iets uit. Heatertje aan en de bende. Echt, hè? Maar we maken in ieder geval het beste. Heel erg trek en dorst. Nou, echt. Oh, maar jouw tijd gaat nu in dat je mag eten. Dus dat is ook. Maar ik zeg jou, kijk. Jouw tijd is al lang ingegaan. Kijk. Dan weet je het. Wat is dat? Wit speeksel. Dan heb je dus behoefte aan vocht en de bende. Heb je het niet gekregen? Waarom laat je dat nou? Ik denk echt, dit is een snoepje. Oh. Waarom moet je me dat laten zien? Bewijs van, het is. Nee, maar waarom? Dan kan je toch gewoon zeggen, klaar. Waarom moet je dat laten zien? Want je doet ook nog gewoon zonder aankondiging. Kijk hier. Ik denk, het is een pepermuntje. Zo, dit is het. Zo. Kijk, hoe moet waarom ik moet ik je dat laten. Je bent helemaal in shock, hè? Ja, ik snap. Ook laatst toen je aan tafel zat. Nee, vertel van die ene vrouw waar je van in shock bent. Nee, ook eerst dit. Okay. Ook toen we laatst aan tafel zaten, gewoon uit het niet gewoon die keiharde boer. Nee. Toen zou ik meteen pardon erachter gaan. Maar dat maakt niet uit wat er gebeurt. Nee, maar ik ben niet zo iemand die. Het ging echt zo van, wow, pardon. Soms zit er iets. Dan denk je dat je zo kan pakken, maar je pakt hem heel anders. Ja, nee. Maar vertel waar je van je gechoqueerd bent laatst met die vrouw. Nou, waar liepen dus? Ik wil eerst vertellen dat er een vrouw bij ons in de buurt een beetje loopt, die is wat verward. Nou, vertel jij het, want ik zie al dat je het wilt vertellen. Nee, maar je springt er zomaar in. Je moet wel een beetje je achtergrondinformatie. Die vrouw loopt met zo'n karretje. En zo'n karretje, een oudere vrouw, zo'n leunkarretje. Maar ze pleurt van alles in die kar. Ze gaat altijd allerlei prullenbakken door, gaat ze zo graven en dan neemt ze het mee in de karretje, toch? Dus een beetje, ze ziet er ook een beetje smoetselig uit. Ik denk dat ze. Dat is allemaal niet relevant voor het geval. Nou. Zeker wel. Okay. Want wat gebeurt er? En nu moet jij het oppakken. Deze vrouw met dat vlassige hele haar. We lopen langs en ik zie haar gewoon met de volledige hand in de onderbroek gaan bij de. Aan de voorkant? De plasser, gewoon. Ja, de plasser. Naar binnen gaan. Nou. Iets doen. De handen bewogen, maar terwijl wij langs lopen, zie ik dat erin gaan, komt eruit en ze doet het weer. Ruikt eraan. Nou, ik kijk niet. Ontregeld was hij. Heb je dit nou echt gezien? Rustie, de hoofd ging echt zo van nee. En ik zag het ook en dacht ik, oh, dit moet je niet aan elkaar bevestigen, want dan blijf je de hele dag erin. Maar je hebt het niet gezien, hè? Ik zag dat ze dit deed. En toen dacht ik, ik kan wel een beetje raden waar die hand is geweest. Want ze loopt te rommelen in prullenbakken. Ze graaft zo in prullenbakken. Oh, is het zo? Zie je dat nooit? Frenkie, dat zie je toch ook wel eens? Die mevrouw en dan gaat ze in prullenbakken? Nee, dat heb ik niet gezien. Ja, deze vrouw is ja. Oké, maar dat is ze ook niet. Dat zeg ik, ze is niet helemaal. Wat helemaal? Ze is een halfie. Nee, dat kan je dus niet zeggen. Ik kan niet zeggen ze is een halfie, dat kan je gewoon niet zeggen. Oké. Ik weet niet. Nee. Maar wat zeg je dan? Die is verward. Juist. Ze is verward. Met die mevrouw. Het is sowieso verward als je dat soort dingen doet. Waar andere mensen kunnen zien. Nou ja, ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat ze iets kwijt is geraakt in de prullenbak en dat ze dat iedere keer weer zoekt. En dat ze gewoon eventjes een snelle check-up deed van ruikt het nog fris. Er gebeuren veel warrige dingen omtrent haar. Waar komt dat vandaan? Een halfie? Is het een half mens of zo? Wat bedoel je daarmee? Ja, is iemand zegt, ik ben niet helemaal 100. Dat is een beetje daarvan. Oké. Is een halfie. Zeg maar niet meer. Nee? Halfie. Nee. Nou. Kijk, mama doet ermee
50 is in de midden, toch? Precies. Dan 100. Met 50 erbij staat 100. Ja. Een soort van dat doet mama. Dat bedoel ik, gewoon een halfie, de helft. Maar vind je, Frenkie Dien, mensen die een beetje verward zijn? Of mensen die, ja, een beetje... zoals die mevrouw. Mensen zoals die mevrouw. Vind je dan dat we die mensen dan kunnen een halfje kunnen noemen? Nee. Wat vind jij dan wel? Nee, precies. Vind ik ook. Oké. Jullie maken mij ook wijzer. We noemen iemand zo gewoon in de war. Ja, of ja... En smoetselig, ja, nee. Zo noemen we het gewoon. Mijn eetlust is een klein beetje gedaald nu naar dit verhaal. Ik zie het weer voor me. Oh ja. Yeah. Jij doet echt alsof je altijd in een ijsbad springt of zo. Hij doet altijd een beetje met dat inkomen, hè? Ja. Terwijl hij het eerst wat hij vraagt als we ergens zijn, zijn er oesters. Nou, luxe poes. 3, 2, 1. Ik durf het niet. Waarom? Ik durf het niet meer. Oké. Nu wel. Oh god, de drama. Oh, pittig? Lekker. Wat dan? We gaan... Hè? Lingo spelen we nu. Lingo? Je mag een letter kopen, want... Nienke. Ja? Mag ik van jou? Oranje. Bosjebloemen. Mama, nog eentje daar. Hoe weet je dat? Gevoel? Nee, geen gevoel. Dat is op een gegeven moment sluit het net zich. Wat dat lachje ook. Dat valse lachje van je vader, man. Ja, echt. Hier. Stront, joh. Okay. Kom nu weer bij mij, kom nu weer bij mij. Dank je. Heel goed. Vraag mag aan een ander. Van jou nog even de stoel. De kleur. De groene kleur en dan de stoel. Oh. Groen. Even kijken, hoor. Nee, toch mama. Nee, je moet niet naar mij laten zien, want dan ga ik toch ook stiekem ook weer kaarten vragen die ik nodig heb van jou. Oké. Nee? Nee. Oh, je moet niet jokken, hè? Heb je het echt niet? Oké, dan heb je het niet. Maar waarom laat je die kleuren mij zien? Ik vind het heel verwarrend. Ik mag niet nu spelen met wat ik weet bij jou, maar ik kan, ja. Jawel, ik, ja. Oh, hoezo loopt je vader in één keer voor? Nee, Frenkie, ho. Nee. Je wou gewoon zijn kaarten pakken, omdat hij even bij je broertje kijkt. Nee, Frenkie. Wie doet? Wat ben jij nou met een secreet? Zo komen we er niet in het leven, hoor. Nee. Maar wat er is hier zeggen? Een Ajax-seat. Quincy Promes zit op het terras. Mijn zoon is helemaal starstruck. Nee, hoeft niet. Jij moet niet. Ik zei helemaal niet. Wat heb jij gezegd? Dat jij zegt dat iemand een. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Okay. Ik zei, wil je een handtekening? Want dan vraagt mama het voor je. Toen zei ik, maar dan moet je wel naast me staan. En toen was het van, hoeft niet. Toen zei ik, als je niet wil. Rustig aan. Dan hoeft het niet. Hij wil het wel, maar hij wil het niet. Dat gevoel. Dus ik heb al gezegd, ga lekker rustig zitten. Speel nog een potje kwartet. Ontspannen, niks aan de hand. Span je kontje, man. Niks aan het handje. Novi bedoelt van, hou je hand uit. Yeah. Paps, hou je hand uit. Je kan niet weggaan. Kijk, één vingertje. Eén vingertje te controle. Je kan niet weggaan. Zie je dat? Ja, ja. Beweeg je hand er eens. Beweeg je hand. Kijk wat hij doet. Oké, hij laat het toe. Hij laat de teugels vieren. Baby's in control. Wil je nog wat drinken, Frank, misschien? Ja, even lekker, hè? Voor de spanning een beetje. Zit hij er nog? Hij zit er nog, hè? Ja, oké. Okay. Ik snap niet wat je zo moeilijk doet, jongen. Ons kind is serieus onder... We hebben een bedden. Oh, het is tante Jennifer. Hey, hallo. Oh, hey, hallo. Ja? Twee dingetjes. Steek je handje omhoog als je ook wel zo'n momentje hebt dat je vet lang goed ging op een deo en in één keer zeg je ook zo... We doen het niet meer. We stoppen hiermee. De chemie is weg. De klik, de samenwerking. We direct de mundo, we kappen. Ik moet dus nu vlak voor de vakantie nog eventjes een andeootje tegenaan knallen. En ook de zomer staat voor de deur. Ik heb het hele tijd over praat. Ik hou van rollers. Ik hou niet van deze geur. Wow, in de face.
Dus ik ga gewoon even op een andere roller. En dan moet je gewoon over een periode weer teruggaan, want dat is dan je favoriete roller. Maar ja, als die niet meer werkt voor je oksel, gewoon laat het los toch, laat het varen. Ander dingetje waarvoor ik graag even een momentje pak met jullie. Deze thee, op advies van... Mijn telefoon zit in de lader, een kijkertje. Oh, ik moet je een goede shout-out geven, dit is gênant. Wacht, ik pak hem erbij. Moment! Het kan niet zo. Even kijken hoor. Even zien, pak het mailtje erbij. Aya Selmani, you did this girl. Zij zei in de mail, kramp baby, er is een thee die wij Arabieren gebruiken bij baby's met kramp. En ze stuurt helemaal een foto erbij, naam erbij, hoe je eraan kan komen. En het heet dus terug naar de keuken, jongens. Hè? We blijven in beweging. Verfijnen. Niemand weet de uitspraak, maakt ook niet uit. De werking zou dus magisch zijn. Zij zei wel, in een steelpannetje, 15 minuten laten koken, 7 en dan geven. Afgekoeld weliswaar, maar nu vraag ik mij af, want dat waren best wel grote... Oh nee, dit is het wel. Oh, het ruikt heel mild. Het ruikt ook... Oeh, lekker! Ik wil bijna dit doen, maar dit ruikt er niet. We gaan dit testen. Nu nog. Maar moet ik het dan uitkoken in een steelpannetje? Of moet ik dit gewoon heel hard breed laten trekken met zo'n klein dingetje à la dit? Zoiets. Ja, toch? Dit kan het ook doen, toch? En dan laat je dat gewoon heel lang trekken in bloedje hoeren heet water. En dan kan je dat eventueel een beetje met water, als het is misschien iets te sterk dan. Toch? Van echt babymelk gaan naar in één keer, woejo, hier, kedeng. Dat gaat intens zijn voor de baby. Dus we doen het gewoon zo. Een mok, heet water. En als het werkt, dan vraag ik me altijd af, werkt het dan meteen? Moet je daarvoor geven? Oh, scheisse, ik moet daar terugmelden. Want ik weet, moet ik dan gewoon geven? Zo, gewoon erbij? Daarvoor, daarna. In de melk. Ik ben in de war. Ik ga haar mailen. En ik ga even kijken wat ze zegt. En dan ga ik precies doen wat ze... Nee, dit is... Goeie informatie. Maar ik wil het goed doen, dus. Wil je dit geloven? Zie ik de moeder van een vriendje van Frankie. En ik wist het niet zeker, maar ik dacht volgens mij is het Marokkaanse mama. Marokkaanse meid. En toen dacht ik vraag jou gewoon. Ze lopen bij het raam. Ik zeg gewoon, hoi, mag ik wat vragen? Het is heel awkward vraag wat je afkomst. Maar ik zeg, volgens mij ben jij Marokkaanse meid? Ze zegt, ja. Ik zeg, nou, dan weet jij misschien dit. En ik laat het zien. Ze zegt, oh, dat ken ik. Ik zeg, hoe geef je dat? Gewoon. Een half flesje, misschien iets minder. Want het is niet voedzaam. Dus het is niet zo dat je de ene andere voeding in de weg loopt. Dus gewoon tussen twee flessen doorgeven. En magisch. Ze zei, en ik heb nog iets voor je. Holy water. Dat had ze gezien bij iemand. Die ook een babytje had. En moeilijk. En dat gaf ze zo. Het heet anders. Maar die man noemde het holy water. En dat kind rufte zo al die overtollige lucht zo uit het darmsysteem. Kan ook helpen. Maar je gaat natuurlijk niet alles tegelijk doen, want dat kind gaat helemaal, dat weet van gekheid ook niet meer, dat is een soort van kruidenwinkel aan het worden, anders van binnen. Dus je doet gewoon tranquilo, rustig aan, maar ik heb het meisje niet meer geappt. Alsnog, de tip kwam wel van jou, hashtag loving the support, dankjewel, echt waar, ik waardeer het enorm. Ook al is het mijn tweede kind, ik kan nog ook wel zoekende zijn naar dingen. En we moeten het samen doen, echt waar. Unite de mama's, en niet alleen mama's, gewoon vrouwen, gewoon mensen. De mensheid. Keep it tight. Yeah. En als je zo ernaar kijkt, lijkt het op een anus. Dus. Yeah. Goeie lessen weer. Bij Zagerkunstdiplomaat. Op het terras dus. Bij de restaurant waar we waren. Je vond het een beetje spannend van, ik wil een handtekening, maar ik durf het toch niet. En toen zei ik, ga met je mee. En toen zei hij, jij moet het alleen doen. Ik zei, nee, dat is gek. Jij komt mee, want jij wil de handtekening. Toen was het van, ik ga, toch niet. Wel niet. Toen werd het een dingetje. En toen uiteindelijk niet gegaan, toch? Vond het te spannend. Dus nu hebben we geen handtekening, hebben we ook geen foto. Gemiste kans, maar wie weet zien we hem een andere keer nog. Ik zei, ga je altijd zo doen bij alle voetballers die je ooit ziet? Nee. Ik zeg, dus een vervelende jongen? Nee, daar ben ik niet bang. Ik zeg, alleen bij, hij zegt, ja, alleen maar Quincy Promes. Dus, ja, de batterij is op. Ik ben blij dat je zo scherp bent. He? Nou, tanden poetsen maar in de wet. En dromen over handtekening van Quincy Promes. En
A, B, C, je houdt je mond. A, B, C, je klap je kont. We hebben net een rap gemaakt, ja, dus... whistle gangsta up in here, whistle gangsta up in her. Hey. 100 jaar jou niet gezien ook voor mijn gevoel. Alleen jou. Ja, nee, dat klopt. Lang hè? Lang ja, geleden alweer. Geleden ook. Was alweer even geleden, dus ik heb helemaal niet gefilmd. Maar ja, dat was even fijn. Kijk, Jennifer is going flawless hier, moet ik zeggen. Hallo, hallo. Stijlt je wel? Ja, ja, ja. Ja, je doet het. Ik doe het goed. Je doet het gewoon. Ja, yeah, I'm rocking live. I'm rocking live. Mm-hmm. Ja, nee. Zo is het. Zo is het. Jen is going great. Ja. Ja. Hey, ja. You got that right. Ja, weet je, je bent bijna 35. Ik ben bijna 35, hé. Ja, nou, ik ben het al. Ja, ik kan het zeggen. Ik ben het al. Het voelt niet anders, hoor. Nee, dat voelt niet. Nee. Maar we gaan je verjaardag wel vreedaardig vieren. Vreedaardig, ja. Zo, ik kom terug van vakantie. Ik ga in één rechte lijn naar jouw huis. Hadse, Flatsy, thuis. Tuinfestival. Tuinfestival. Jenny's Festival. Oei, oei, oei. Gencella. Gencella. Gencella noemen we het, ja. Dat is ook de dresscode. Ja. Iedereen gaat Bohemian. Ja. Ja, helemaal leuk. Oh, Annemarie komt ook naar Nederland. Ja, hoe leuk. Hoe leuk is dat? Ja, hij is waar ook even een jurk. Ja, ja. Want, ja, ja, dat, ja, dat ging ik regelen. Want ja, mijn zus die heeft een beetje behoefte om van die makkelijke huispakken de hele tijd te dragen. Maar dat vinden ze in Londen leuk, maar hier in Amsterdam is het anders. Het is een andere stijl. Maar daarom heb ik ook een thema. Hè? Thema. Ja, hou je het aan het thema, anders komt ze gewoon niet, anders blijft ze bij de andere kant mag van de poort. Mag ze naar binnen. Nou, ik ga nu naar de kraamvisite, de groeten. Ja, later. Hey. Fijne dag. Gezellig. Ga je nog wat doen? Ja, wie zal het zeggen? Oh god, kijk hier hoor. Oeh. Ja, dag! Ja, dat krijg je, hè? Single life, die meid. Wat ging ik doen? Ik ging nu gewoon naar huis. Een kraamvisite staat voor de deur zo. Dus, huppakee, lekker baby knuffelen. En beschuimde meisje vreten. Ja, dat is wat je doet. Heerlijk. Ik heb er zin in. We hebben allemaal een cadeautje in deze... luier toren, wil jij? Jij hebt hier een inlegkruisje gekregen. Inlegkruisje? Ook gewoon inlegkruisjes. Dat zijn luizen, dat weet je. Weet ik, maar ook, jij hebt nog die inlegkruisjes, die zo dik zijn als luiers. Je bedoelt matrassen, vlonders. Ja. Hoeft niet meer, vanaf gisteren vloeit het niet meer. Weet je wat dat betekent? Niet alleen dat, maar ook dat ik in de jacuzzi mag. En wat is het andere? Yes! Ja, de nookie. Nog lang niet. Nog lang niet? Wat zeg je nou de hele tijd? Nou, het is helemaal afgepakt. Jeetje man, ik heb echt zoiets van let. Lulu. Foei. Eén woord. Eén woord. Ik ga beginnen met het opmaken. Moet je van een lintje trekken of zo? Ja, we hebben het wel goed vast. Maar... jullie hebben het wel echt heel. Nieuw. Yes. Ja. Die zit dus. Ja, die moet je echt met geweld. Ja, die moet je echt dat lintje. Flesje moet je even aan trekken. Flesje glijmiddel. Flesje glijmiddel. Ja, wel nodig ja, met die. Smooth talk van jou, daar wordt niemand warm van. Oké, wat zal het zijn? Is dit iets voor... is het voor... ruikt het lekker? Ja, het is wel raar, hè? Maar waarom niet voor open doen? Dit is geen spel. Ik ben een raarder, ja. Oeh, blauw, mijn lievelingskleur. Petrol, love it. Oeh, love it! Rituals! Weet je hoe goed dit uitkomt, Leslie? Onze zeep is op. Maar hier mag jij niet mee. Net zoals dat jij niet op mij wil, was jij je maar met... weet ik veel, dreft of zo. Head and shoulders. Head and shoulders, ja lekker. Nee. Eerlijk, heb je wel eens gedaan, toch? Ja. Ja, toch? Ja. Want dan was het niet de dag echt naar het dan met die ballen. Dan met die ballen met head and shoulders. Oh, lekker. Thanks. Refreshing foaming. Deze ruikt echt lekker. Oh ja, maar dit is wel met mint. En als je dat niet weet en je doet je flamouche, dan sta je een beetje in de hens. Weet je nog dat jij een keertje zei, hé, mijn piemel tintelt. Heel gekkig. Kijk nou. Helemaal zen. Ja. Mijn vinger openvallen. Eerlijk, je linkerarm. Maar ziet er niet ontspannen uit. Nee, de arm heeft kramp nu. Ja, ja. Zwaar, het is gewoon een baby zwaar. Eerlijk. Moet je een kussentje? Nee hoor. Nee, ik hou dit nog weken vol. Niet toegeven. Ik ben niet even kijken. Ja, we zijn echt in dienst van Frankie, hè? Deur open, deur dicht. Je moet zo'n kastje buiten hangen met zo'n code, weet je wel. Ja, want vroeger was het zo'n touwtje door de brievenbus, maar die tijden zijn voorbij. Het huis is leeg geroofd. Dat gaat niet meer. Wij hebben dat ook, zo'n kastje. Ja, maar jij woont in Zeeland, liefie. Daar kan dat. Hey, hydrofiele luiers. Hoe weten toch alle mensen die... Is dit familie? Is dit familie? Dit? Dus, wie zegt, is jouw baby, hè? Dus, wie zei het als eerst?
Wat heb je? Wie zegt eerst wie de baby wil pakken? Oh, ze mag gewoon, dat mag. Ze zijn toch op visite, ze mogen de baby pakken. Maar god, oké. Okay. Nee. Maar ik heb akkoord gegeven. Blijkbaar moet je akkoord vragen. Hoe weten... Hoe? Wat deed hij? Kijk, die breed. Ze laat hem niet vallen. In ieder geval niet op steen. Hoe weten niet mama's en papa's dat dit handig is? Vragen jullie dat of zien jullie dat en denken jullie dat handig is? Ik heb een moeder die nu al een soort van... droomt over dat ik ooit een kind heb. Dus dat zie ik jij ook gaat al. Die had ik al aan jou gegeven en die dacht je, nou nee, dat ga ik ook niet gebruiken. Dit is zo handig, hydrofiele luiers. Weet je waarvoor je het gebruikt zelf ook? Nee, hè? Jullie geven dit gewoon! Ik heb het zelf wel. Ik weet het wel. Ik bril schoon te maken. Daarvoor gebruik ik de bril schoon te maken. Kan ook. Maar je kan het ook als een soort van handdoek. Handdoek. Je kan dit gebruiken voor als je het ergens legt. Dat is... Dit is echt... Alles. Ik vind het heel leuk. En in de kleuren van de kamer! Nude. Nude. Love it. Staan de buiten van Ruft. Ja, doe maar. En release. Ondertussen... Oh, zo. Zo. Hoor je? Ja, dat krijg je. Nee. Frank. Het geluid. Jij hebt ook een cadeautje. Pak maar. Waarschijnlijk zit er money in. Money? Je bent... Nee, apart guy. Frankie Dean. Ja, dit is je naam. Pokémon? Nee. Jawel. Ik zei... Oh. Laat me even kijken. Laat me even kijken. Oké, okay, laat me wachten met mijn enthousiasme nog. Laten zien. Eerst misschien even. Wacht. Wat zeg je eerst als je iets hebt gehad? Dankjewel. Alsjeblieft. Frankie Dean. Voor niet-familie best wel lekkere cadeautjes, toch? Ja, dus. Zo zie je, hè? Friends are the family we choose. Heb je dat gezegd? Ja, je kind is eerlijkheid. Duurt het langst. En het breedst. Ja? Excuus voor ons al, jongens. Ja, sorry, jongens. Neem een slokje van je wijn. Ja. Oké, we gaan door. Hebben jullie dit echt zelf gemaakt? Hebben jullie gewoon op internet gekeken hoe jullie dit moesten maken? Nee, gewoon gedaan. Nee, ik heb het thuis opgezocht. Heel leuk, heel leuk. Dat vraag ik voor... Res? Zeg je? Weer de batterij weer leggen. Ik ben blij dat jij dat als op let. Dit cadeautje is, zet je naam op? Ja, voor Lulu, die was eigenlijk. Voor Lulu, ik hoor het. Ik voel het, ik hoor het. Dental sticks. Ja. Lulu, je mag van geluk spreken weer. Ja, dat je hoorde dat er geen snoepjes meer waren. Maar heel goed. Net als dit is altijd lekker. Dat is goed voor tanden wel. En de odeur voor dit geurtje. Ja. Dit gedaan toch? Ja, leuk hè? Ja. Ik heb echt moeite gedaan. Creatief. En wat heb jij gehad? De suspension is killing us. Het zijn tuurlijk. Socks. Nee. Heeft hij niet. Dankjewel. Heel leuk. Dank je meiden. Dankjewel. Oh, hij spoort hem ook aan. Ja. Lekker bezig, jongen. Sneller. Jij bent wel een stuk lichter dan Mia. Mero is echt heel lief. Het is wel. Hoi, dat is snel. Dit is al snel. Kan jij de Ronaldo-tje openmaken? Ik moet hier naast ze staan te praten. Wat is de Ronaldo-tje? Deze. Dat die bal over je heen gaat. Kan jij dat? Moet je oefenen? Gaan jullie morgen blauw-witte trainen? Ja, ik ga tegen gezellig. Ja, gezellig. Je moet echt gaan leren hoe je nog meer niet moet springen. Blijf kijken naar de bal. Ik val dat in slaap dat veld. Het is wel lekker, power nap. Maar volgens mij, je moeder komt om die berging hier bovenop te ruimen. Orde in de zaak. Frankie Dean. Je Pokémon-mapje is weer, of misschien weer beter. Show me. Mag ik hem even? Jongens, we komen net bij een verjaardag vandaan. Omgekeerd, sorry. Nou ja, ik zag even het verschil niet. Maar ik kreeg een paar kaarten van een paar vriendjes. Hij heeft ook nog een paar kaarten van andere vriendjes gehad. Het is niet de hele GX, VX. Wat bedoelt hij VX? Sorry, GX, VMAX. Nee, dat heb je. V en VMAX.
Ik heb geen VMAX. Maar je hebt toch pracht? Ik heb geen VMAX. GX, laat eens even los nou. We zitten er ook helemaal in nu. Dit is gek met Pokémon-kaarten. Gek op deze kaart, omdat het is echt als een... Wacht. Goed zijn VX. Mag ik even, een shout-out? Nee, IX. Mag ik even een shout-out naar Frenkie Dien, die opeens nu alleen maar aan het buitenspelen is? Ja, lekker Frenk. He? Heerlijk, hè? Moet je toch blijven... Zit hij uit de sniffen aan je shake? Krijg je daar een kick van? Okay. En je hebt allemaal vriendjes, hè, buiten. Die komen aanbellen, of jij gaat best aanbellen. Vind je echt leuk, lekker buiten voetballen, fietsen, spelen, verstoppertje. Kijk. Lekker bezig, Frenk. Kijk. Hij wil je shout-out, hij oont hem niet. Oh, dit is VMAX. Maar zie je hoe lekker het is? Niet thuis zitten achter de schermpje, maar gewoon lekker buiten spelen. Is ook goed voor je ontwikkeling als kind. Ja, ik weet het ook niet. Oh, we hebben trouwens een rap. ABC houdt je mond, ABC ik klap je kont. ABC houdt je mond, ABC je hoofd lijkt stront. Nou, oké, piep piep. Breed, gangster rap. Wat denk jij? Doe je beatbox. Oké, minus. Nee, nu minus. ABC houdt je mond, ABC houdt je... Nee, je hebt diarree. ABC houdt je mond, ABC houdt je diarree. Hou het bij je, spetter. ABC houdt je mond, ABC houdt je diarree. Rommelig dit, maar we gaan naar bed, Frenkie. Dat weet ik wel. ABC houdt je mond, ABC klap jouw kont. Kijk je broertje slapen. Daar heb je niet van terug. Inderdaad, en dat ga jij ook nu doen. Slapen. Begin de dag. Met een schone la- en berginghok. Mijn schoonmoeder, jullie weten van haar, is nogal organisatorisch als aankomt op alles netjes op zijn plek. En ze werd helemaal zenuwachtig van de berging. Hoe die er eerst uitzag, dat is zo. En waar we naartoe gaan is het volgende. Kijk. Heeft u dit zelf ook in uw huis? Nee. Niet eens. En u geeft het ons. Nee, maar ik heb de wijnen lekker georganiseerd. Dus dit is nodig. Trouwens, even shout-out naar, heb je moeder haar al gezien? Ja, man. Het is geweldig, hoor. Ja, oh. Nu snap ik waarom Elfie dat zo doet. Ja, slow-mo. Wow. Het staat heel leuk. Echt. Evaluatie. Evaluatie. Een spion. Wat een goed woord, hè? Ja. Evaluatie. Je bent al bij de E, Frenk. Wauw. Dikke maag, hoor. Oh, evaluatie. Zo. Wat een afval, jongens. Ik kan gewoon maar weg. The drawers are looking flawless. Look at this. Oh, wat een overzicht. Oh, lekker. Oh, en bakjes. Wat viel er? Iets viel. Oh, dat was gewoon dit. Oké. Nee, dat is het goed. Oh, wat een overzicht. We gaan ook eens hier even lekker kijken. Oh, beautiful. Wat een troep. Het lijkt, ik vind het wel, ja, het liefst maak ik het nog netter, maar ja. Je moet spulletjes, hier heb ik wel een heel vakje open, dat is niet heel feng shui. Dat dan maar. Het is goed om je mobieltje uit zicht te halen. Want ga je soms, ik weet niet of je het ook doet, doe je handje omhoog. Twee, als je helemaal zo verslaafd bent, dat je tijdens het tandenpoetsen ook nog kijkt naar het nieuws of een serie of iets. Dat je continu denkt, oh vermaak. Hier, ik probeer het af te bouwen nu hoor, want soms denk ik echt, oh even lekker. Even klaar met die kinderen, eventjes nu voor iets voor mezelf. Vervuil voor mijn hoofd. Vergiftenis. Vergiffenis voor het vergif. Hen, mag je kijken in de kast? Ja. Maar wat gebeurt hier? Kan je rustig doen? Dit is niet jouw moment. Oh, je bent er van aan het dromen? Kom zo bij jou. Oké, daar gaan we. Spanning. Oh, van de spanning krijg je eens open. Oh, het was gewoon open. What? Oh, ik vind dit echt geweldig, dit. Dan zie je echt wat je hebt. Ja. Dan zie je wat je hebt. En wat blijkt, we hebben heel veel. En we hebben het weggegooid. De culturele bak. Ja, dat is voor de zeven geesten en voor als we wassies doen en zo. Ja, wat lekker. Kijk hoeveel handzeep kan je hebben. Ja. En toch koop je iedere keer nieuw. Ik heb dit gedraaid aan de achterkant zodat je kan zien wat het is. Shampoo is dat je niet te zien. Ja, precies. Het label aan de buitenkant. Ja. Juist. Dat vind ik wel lekker hoor, dit. Ja, en hier toiletdingetjes. Kijk, hier ook. Ja, zo netjes. Dus als het maar tot komt,
Moet hij alleen maar zout te pakken en zo. Ja, pakken en ja. En die emmers moet je leeg laten, want hij moet gewoon makkelijk in het wijk. Precies. En daar heb je, ik heb dat doorzicht gedaan, zodat je ziet hoeveel doeken je hebt. Slim, zeg. Nou, zo kan het dus ook. Resli Scheer. Is dat allemaal van Resli? Hij heeft veel scheerdingen hoor. Nou, scheer en sorry. Ik heb scheer Resli en... plus scheer. Plus, ja, plus dingetjes. Oh, we hebben echt veel. Ja, ik heb het helemaal afgestoofd. Er was heel veel stof. Ja, klopt. En niks meer hierop zetten, dat hoort niet. Nee, hè? Dat mag niet. Je mag niks zetten op die ketel. Nee. Fancy dingetjes, handig. Kleine... Oh, ho, ho, ho. Mijn tas is hier. Nou, lekker dit. Lekker. Wat is het dan? Oh, baby. Ze past niet eens. Hier, Penny. Gewoon moet ons Penny zeggen, niet Penny, maar zo noemen we Frenkie het. Hier, hier. Sabbel aan iets. Het zal je... Het stelt gerust. Hm? Of niet? Yes, hier? Ja, lekker. Mm. Hou het nou in je giecheltje. Of niet? Want als je niet wil, dan... Oh, kijk jongens. Hij wordt dikker. Het babytje wordt dikker. Jij ja, krijgt spekjes, jongen. Lekker onder je bloemleken, hè? Ja. Elvina, nee. Nee, van je moet niet douchen. Ze wil douchen, maar dat kan toch nu niet? Jullie moeten door naar het feestje. Nee. We moeten er nu zijn, zo werkt het niet. Nee. Dan moet je maar tussendoor meer was, juist. Ja. En klaar. En door. Extra en hou afstand van de mensen. Ja, als het en zo... even extra deel dat uurtje red je dan wel. Dan ga je lekker is het maar een uurtje het feestje? Ja joh. Het is een babyfeestje. Nee, 40 dagen. 40, ja, maar het is wel voor een baby die 40 dagen oud is. Mm-hmm. En daar is een feestje voor. Ja. Ja. Daar mag je best wel voor ruiken. Toch? Is niet erg. Is niet iedereen erg. Heeft goed gewerkt. De kans is super klein dat je daar de man van je droom tegenkomt. Denk ja. Ik. Je weet het niet. Dat is wel nee, dat is raar. Wat zeg je? Oh, het is ook je familie, dus het is sowieso. Hé, hey, El. Nee, je ziet niet dat je zweet. Hebt. Maar oh, het voelt echt mijn kleding. Ja, nou, ga maar lekker kleren uitdoen. En maak je klaar voor en de pizza. En schiet lekker op. Want anders gaat je moeder, stop uit de oortjes. Want zelfs, ze doet zomaar stoer. Ze doet tof. Omdat mama beneden is. Omdat ze beneden is, ja. Mama is beneden. Ja, is goed. Ze denkt ook, ik wil nu hier blijven. Dat denkt Ellie. Hoeft niet per se. Ja. Omdat ze heeft eten. Ze heeft eten geroken van resten, dus ik kan net zo goed hier blijven. Ja toch, je hoeft niet zo graag. Ja, kijk baby. Je moeder praat nu tegen niemand, hè? Tegen mooi, hè? Ze praat tegen niemand. Iemand moet af en toe... Laten we wel... Waslappie. Dat deed ik vroeger altijd. Ja, waslappie. Ja, af en toe moet je zo... Dan komt het aan. Ja, is goed. Oké. Vraag toch? Oh, ik pak er een voor de... Is Abby thuis? En ik dacht misschien nog wat topjes. Topjes kunnen we regelen. Topjes. Misschien nog een spijkerbroekje voor in de vakantie. Een kort broekje? Ja. Hot pants, je wil? Niet met deze sanka. Met deze sanka. Dit is je winter sanka. Zomer sanka is nog niet daar. Nee, ik was net op tijd. Oké, maar wat wil je nou? Een zonnebril en een tas? En een tas. We gaan dus naar de Bijenkorf voor haar. U wil sneakers, witte sneakers. Waar kunnen we heen? Ik dacht dat het al 4 dag was. Ja, oké, maar als we klaar zijn voor jou, als we klaar zijn voor jou... Zo, weet je? Want het was een 1-2'tje, nu is het een 1-2'tje. Ja, maar jij hebt hun subtiel uitgenodigd. Dat hebben ze zich aangedragen. Ze hebben zich aangedragen. Ze hebben geforceerd. Is dat waar? Jij ging mij memo sturen met kom je mee. Ik heb je niet gevraagd. Niet waar, ik geloof het niet. Zij heeft mij memo gestuurd met kom mee. Maar was het alleen naar jou en toen ging je moeder... Het was eigenlijk... Hoe is dit gegaan? Wel gaan we gewoon de waarheid spreken? Nou, mijn moeder die wilde graag mee. Nee. Want ze wilde gewoon een leuke dag met ons allemaal mee. Nee, ja, het is gewoon zo. Dat wilde je. Dat wilde ze met jou en met ons. Nee. Toen zei ik van ja, maar ik ging eigenlijk alleen met Nieke. Nee, maar Nieke vindt het leuk. Ik zeg. Ah, ze sprak voor me. Ja, mooi. Nieke vindt het erg. Of zoiets zei ze. Nee hoor. Toen waren we hier bij jou thuis een paar dagen geleden. En toen zei mama zoiets van tegen mensen van nee, zeg dat. Zo deed ze. En toen zei... Wie jokt hier nu? En toen test ik het. En toen zei jij... Ja, als we klaar zijn. Toen zie ik ze hier. Ze wil helemaal niet. Nee. Maar hier was ik nog niet uitgenodigd. Brianna voor en ik moet er mee voor balans. Te kijken. Voor balans. Om te kijken en lachen en leuk doen. Zij gaat kleren passen. Jullie hebben commentaar. Jullie geven oogjes. Ellie wordt geïrriteerd. Wat jullie ervan vinden. Oh, Brianna is een meelopen. Maar wat we dat doen. Dat gaat ze ook zo doen. Niet eens commentaren. Dit is wat we doen. Letterlijk. Ellie komt maar zo je met niet doen. Van... En dan kijkt ze al zo naar mama van, oh my god, ja, mama kijken, mama kijken. En dan kijkt mama expres niet naar Ellie, want anders gaat
lachen. Waarom wordt er gelachen? Omdat Elvira, de manier waarop Elvira jou aankijkt, is gewoon, moet je aan lachen. Ja, is echt hilarisch. Stel me niet, doe het niet, hè. Ze komt vijandig uit die kleedkamer aan. Oorlogspad. Wat wil je zeggen? Zo komt het eruit. Nee, maar omdat jullie altijd me uitlachen. Je mag het gewoon. U bent zo gewoon hoe u bent en zo. Zellig! Ja, jullie zijn echt. We worden niet afgeschilderd. Ja, maar jullie schilderen mij af, bam, alsof ik zo binnen. Ja, nu doe je net alsof zij met een bazooka zo. Zeg iets, knipper met je ogen. Nou, uit Elvira komt de kleedkamer uit. Ze komt die kleedkamer uit en dan. En ze zegt niks, hè? Niks. En dan zitten wij zo aan. Ik zeg niks. Ik zeg niks. Maar ze kijkt met een blik. Nee, dat is die enge stilte! Ze kijkt met een blik en dan denk ik. Ik weet het ook. Nee, ik weet niet. Of moet ik nu eerlijk zijn of niet? Oh, dat wil ik echt op maar dat is het ding. Je doet waarschijnlijk dingen aan die ook wat triggeren. Misschien. Nee, maar anders. Stel je zou. Ja! Je doet dingen aan, want deze mensen vinden van. Van die, ze hebben altijd dat. Ik zou klapbellen helemaal stuk. Nee, maar dat is wel zo, want deze vinden altijd wat van. Ik bedoel, Brianna deed dit topje aan, de rest die zei wat ben je tuttig. Snap je? Het is ook tuttig. En ook die crunchy, dat mint groen erbij. Wie ben jij? Iemand au pair. Zo dat matchie. Ja, maar nee. Maar je bent dit niet. Het lijkt wel alsof je nu cricket gaat spelen ook. Iedereen moet vroeg naar bed vanavond. En zijn beste humeur. Ontbij met iets gezelligs. Want we moeten al goed erin gaan, hoor. Geloof maar, we hebben ons beste humeur mee morgen. Zie je hoe het al begint? Dat is zootje en dit is netjes. Vind je het zootje in het midden? Ik vind dat ook netjes. Hoezo is dat een zootje? Tot via hier in dat midden niet. Dit is toch ook netjes? Al mijn haarspul is ook netjes. Ik heb zelfs dit helemaal afgenomen. Kijk hier, heb je deze al gecheckt? Je bent blij van, hè? Ja, word ik blij van. Kind van je moeder dat je dat ook hebt. Heb je mij nog gezien? Die daaronder, hieronder, die onderste. Eerlijk. Kijk. Snap je? Gezichtsmasker, ja, niet vandaag. Het is echt laat. Je hebt een pukkel in je neus en je bent aan het graven en het zoeken. En ik wil bijna Bob de Baal bellen voor je, want je komt er niet bij, heb ik het idee. Jee, mag ik zeggen. Ja, precies. Weet je, onder de douche wordt het allemaal zacht. Dan kan je goed graven. Nee, maar dat heb ik altijd. Nou. Even lekker tandjes poetsen. En weet je, zullen we het netjes houden ook hier? Dus je tandenborstel echt zo tik, tik, tik. Zo echt. En ook. Nee, dit is gewoon dit. Nee, we gaan niet. Nee. Want dan maak ik je. Nee. Geen. Nee. Nee, het hoort. Nee, wel precies waar het hoort. Oh, nee. Kiel, pak je rustig. Anders mag je niet bij je moeder in bed. Ja, wees bang. Ik manipuleer de bende. Zo ben ik. Ja. Ik heb ook moeten maken. Nu al deel aan. Noof, rustig aan hier, hè? Je moeder moet het alleen doen vanavond. Papa is even de deur uit, hapje eten. Ik hou ervan, als je, gewoon in het gereel. Dankjewel. Dit is ook een beetje een struggle, want ik was heel altijd zoekende hoe dit nou mooi drapeert. En ik dacht, deed ik het helemaal strak eroverheen. Deed ik er een beetje zenuwachtig van. Maar je moet het gewoon zo half houden en dan gooi je zo. Gewoon zo van, oh, hier is iets. Soms moet je gewoon een beetje spelen met je accessoires, hoor. Je doet maar wat, je weet het ook niet precies. Maar dit blijkt gewoon wel goed te zijn zo. Gewoon zo. Zo van, oh, deze had ik nog. Gooi het. Shebang. Ja? Oké. Okay. Top. Jouw inbreng is echt goud. Fluitjes. Hier rustig met een gespetter, hè? Lades moeten dicht. Kan er ook niks, geen viezigheid inkomen. Goed zo. Lekker bezig. Iedereen in de mama mars. Zoals in het leger. Wat zeg je? Grappig als kindje zo. Vraag je al wat bedoelen ze dan? Oh, klein beetje wakker. Doe maar niet. Ga maar slapen, ja. Of wees nu wakker en slaap vannacht. Soms kijkt hij me strak aan in de nacht. Dan denk ik, waarom ben je zo wakker? Hoezo? Waarom zijn je ogen niet zwaar? Die van mij zijn het wel. Hoezo? Spiegel je moeder, zijn gedrag. Ja. We gaan een nieuwe nacht tegemoet. Another night, same story. Melk, vermoeidheid, drinken. Blessing, kinderen, knuffelen. En weer verder slapen. Het zijn iedere keer 3 mooie uren voor mezelf. Nee, niet eens. 1,5 uur.
beautiful. Motherhood is beautiful. Zin in je training, Frank? Ja, toch? Ja. Of je zin in? Ja. Zin in je training. Je broer komt ook mee. Broertje. Ja, broertje. Tje. Maar hoe is dat je vraag en je antwoord gewoon twee keer niet? Ja, heb je zin in je training, vroeg ik? Ja, moeder. Ja, dat dacht ik ook. Ja, daar gaan ze. Met z'n deetjes, naar de voetbal. En ik kan niet mee, want I got some shopping to do! Eén, hij schijnt door. En twee, het houdt de boel lekker together. We're gonna shop, shop, shop! Jongens, is sale. Jongens, is sale. Is sale. 50% sale, G. Lekker. Love it. Sale. Wat krijgen we hier? Sparparapoe. Oh, ja, graag. Potverdorie. Nee, maar ik vind dit wel handig. Maar nee, wel nemen is handig. Jij hebt dus een dikker, toch, mevrouw? Sorry? Is een dikker. Oh my god, ik love dit. Oh my god, ik love dit. Ik love dit. Ik love dit. Shopping. Shopping. Heb je iets nodig? Nee. Wil ik alles hebben? Ja. Het is nu te groot. Welke maat is dit? Dit is maat 55, denk ik. Jezus. Holige, heilige. Zie je dit zeg maar in het klein? Is het wel cute. Je kan ermee over water rennen, denk ik. Volgens mij heb je geroepen al een paar keer. Jeez. Mijn schoonmoeder wil zonder veters. Zo'n zonder veters sneaker. Nee, geen veters. Nee, maar het heeft wel... Ja, tuurlijk het... Nee, maar dat is nee, zonder... Nee, maar ik bedoel, dat instaat. Oh, maar dit is toch wel mooi? Of vind je het wel mooi? Is druk en heftig. Nee, maar eerlijk, het is wel een systeempje. Het is wel een band. Kijk, wat kijk, doet het dan? Dit heeft mijn schoonmoeder nu aan en dat vindt ze heel gemakkelijk. En ik heb gezegd, oké, maar we moeten een witte sneaker. Ja, witte sneaker. Dus ik zeg je eerlijk, ik vind het niet verkeerd, hen. Maar ik vind dit maar echt het systeem, wat doet dit dan? Dit houdt erbij ons. Is gewoon rubber. Nee, is elastiek. Het zijn elastiekies. Ja, is van modder. Maar ik vind het wel veel plakkaat. 600 euro. Oh, nou, per voet ook nog eens. Lullig. Beseffen jullie wel dat we staan bij maat 36, hè? We staan bij moeder naar 37 voor jullie. Oh. Het is per maat, hè? Jullie staan helemaal in de lekkerbedden daar aan die tafel. Hier. Maar dit heb ik, deze maat heb ik ook niet. Ook mooi. Mooi, ja. Maar ik krijg pijn in mijn tenen van, want ik heb niet mijn maat, liefie. Wat voor maat? 37 nog eens. 37. Moet je nog even verder. Volgende tafel. Mijn maat. En wat zit ertussen? Oh, sprankelend exemplaartje wel. Dit hen. Wanneer? Wow. Waar en met wie? Ja, vooral met wie? Heeft u maat 39? Voetbed voor jou. Voetbed, ja. Maar ja, leuk. Maar ik moet maat 38 en er ligt weer niks. Geen sandaal hier. Ik zoek een sandaal, jongens. Gewoon een sandaal, gewoon een leuke sandaal. Waar je ook het einde van de dag nog steeds van de wereld houdt. Dit? Het is een beetje zo'n monnikenslipper. Niks meer. Loopt het niet lekker? Als het moet helemaal zo gaan. Oh, zo'n flapper. Nee, dat moet u niet doen. Waar is die andere? Wel heel leuk is hij. Hij is passen. Wel leuk. Maar hij is weg. Ja, cute. En in de sale. Maar dat is nooit de reden, hè? Sale is niet de reden. Nee, sale is niet de reden. Maar misschien moet ik dan maar lopen. Bij ons zit er niet, zeg maar... U loopt niet als Katrien Duk. Het kan gewoon. U loopt niet lullig? Nee, u loopt niet lullig. Ik vind het heel leuk. Heel leuk, plus zitten parels op. Ik weet maar je niet. Moet wel waar is die andere? Als je twee aan hebt, dan ga je helemaal zo. Kijk nou, parels. Enig. Heel leuk, hè? Oh god, ze wil dat. Meenemen. Hey. Ik denk een maatje groter voor de tieten. De tetten zitten er net niet lekker in, hè? Nee. Ja, maar ze hebben niet kleine. Ze hebben grote. En als jullie dat onderste knoopje los doet. Dit wel, hè? Niet direct. Nee, jullie zijn wel een set nu. Kan je dat zeggen? Hey girls! Hey! Trek die top even naar beneden. Dat je meer tet hebt. Doe om die tiet, om die tiet. Bon, doe maar even om je tiet. Laat mee open, open. Laat het dicht doen. Ja, moet gewoon, décolleté. Ik vind de kleur een beetje een dus gek. Nee, je doet me denken aan een juffrouw die eigenlijk zelf geen juffrouw wil zijn. En die je nooit wilde zien. Ja, terug. Nee. Terug ook in. Dat beter. Ik heb ook een beetje. Kijk hoeveel we vast hebben.
van jou vast, hè? Wauw. En van Ellie. Maar waarom doen we... We murderen de hele zaak hier, man. Wauw. Ik vind dit leuk. Ik vraag me alleen af, moet ik een kleine maat? Of moet je gewoon denken, nee, dat is lekker voor zitten. Dat is lekker als je zit. En je hebt nog een beetje het buikje, dat is wel lekker, dan heeft hij ook ruimte. Ja, jij zegt niet een extra small proberen? Ik zeg omdat het gaat niet lekker zitten. Ik wil het wel proberen, plus misschien gaat er nog wat af in mijn leven. Misschien blijf ik niet voor eeuwig deze shape. Ja, maar voor de vakantie al. Zullen we nog gewoon even proberen de extra small? Oké, okay, dank je girl. Oh ja, dit ging ik ook proberen. Ja, leuk. Zit er nog wat kilo's aan zitten, dat is helemaal niet erg. Nee, ben ik ongelukkig, maar dan ga je zomaar iets nemen wat straks te wijd zit. En nu zit het al een beetje wijd. Dan moet je wel gewoon een beetje... Wees gewoon eerlijk naar jezelf. En dit vind ik nu al vervelend. Nee, maar dit is te cute. Oh, nee. Het is heel schattig. Ja, heel leuk. Huh? Niemand? Dat kan niet. Het kan er mee, wel. Dat kan. Jawel, ik vind het heel leuk. Heel cute. Ik wil ook blauw zien. Ik ga even bij zitten gewoon. Purple. Ik love de purple wel, Ellie. Is het niet Amish? Ja, ik vind het ook Amish. Jij vindt het Amish? Ja, maar waarom is die... Maar misschien moet je een kleinere maat. Ja, maar... Het is een beetje Amish, maar de stilo is toch Amish, jongens? Ellie, een kleinere maat. Ja, dus hier ook een handdoek. Doe maar dan. Als je gewoon een sandaaltje hebt, is het echt wel veel leuker. Doe je schoenen maar uit. Ik vind het wel schattig. Ziet je schoenen uit? Ik vind het leuk ook, hoor. Ik vind het leuk. Ik vind het niet bijzonder. Waarom vind je het niet leuk? Kijk, ze vindt het wel niet bijzonder. Je vindt het niet bijzonder. Is dit dat gezicht wat je altijd trekt? Ik zie een gezichtje. Nee, maar toen... Nu is het nog niet. Nu is het nog niet. Nee, maar hij komt wel, hij komt wel. Nee, maar waarom moet het nog zitten? Mama moet nu stil zijn, want dan komt hij niet. Nee, maar waarom reageert hij? Kijk, zie je, het is eraan. Nu is het er. Ik vind de kleur... De lengte, ik vind het mooi, maar jij voelt het niet? Ik zet hem op twijfel, Simon. Was nog dingetjes. Oké, bye. Cheers, darlings. Op wat? Shotje. Nee, is het een soep? Is het een soep? Kabeljauw, nee. Wat drinken we nou, jongens? Shotje. Shotje? Nee, koolsoep. Koolsoep. Ik ben in de war. Of is het gewoon jus? Nee, is soep. Kool. Ruikt die kool? Ruikt die kool? Mm-hmm. Oh, het ruikt. Je proeft de kool. Weet je wat ik zo'n trek heb? Dat ik dit gewoon echt. Nee. Ja, ik denk dit nu. Ik drink het ook. Ik vind het heerlijk. Ik ook. Maar ik denk wel dat vodka erbij kan. Oh, wat is er? Mama, kijk! De finale. Ja, de finale is vanavond. Geweldig! Het is mooi, een mooi spektakel! Ziet de koe uit! Hé, vissa! Nu ben ik alles. 9 uur. 10 minuutjes. En mag ik ook kijken? Ja, mag ik kijken. Is vakantie toch? Heb je me gemist? Oh, in Nederland! Oh, nee! Heb je ook gemist? Heel leuk dit. Heel mooi. Waar is het? Is het in Engeland ook? Ja, hè? Ja, ze spelen weer thuis, die Engelsen. Vandaar dat ze alles winnen. Dat krijg je ervan. Kijk wat een beukert van een beker, jongen. Wow. Zo, Frank, ik zou niet eens weten waar we dat neer moeten zetten in huis als we het winnen. Moet je echt een ere plaatsen. Oh, en gekidnapt. Schat, ik heb veel voor mezelf gekocht. Ga ik niet ontkennen, maar ik heb iets gekocht waar jij ook plezier uit haalt. Zeg dit een setje. Een mandje. Een setje? Ja, je bedoelt negligé? Ja. Ja, nee, hoi. Je wilt toch wachten met mij beminnen? Ik weet niet welk moment, maar dat ga ik ook niet dragen. Ja, hey, dit. En dan moet je me verleiden. Oké, ik ga je verleiden. Nee, niet op zijn ouderwets. Echt verleiden. Hoe, wat is ouderwets verleiden dan? Nou, vernieuwend. Dus je wil dat ik op een andere manier kom? Ja. Wil je rollenspel? Ik hoor dat best wel een ding is, hè? Ik vind het wel grappig ook, dan moet je helemaal in die rol. Oké, okay, joh. Speel jij een single vader en ik een single moeder en dan... Nee. Blijf hem niet. Ik wil... Zonder kinderen in de fantasie. Ja, ik wil... Wat zou ik willen zijn? Ja, kijk hoe jij wilt. Iets anders gewoon. Oh. Ja. Ja? Circusartiest. Zijn we circusartiest? Oh, mij ook? Ja. Jij bent turnster en ik ben... Ja, maar ik moet ook beter wel dat we erna leven en ik ben geen turnster. Kijk, daar gaan we. Ik kan dit net... Ja, even kunnen kijken. Maar weet je wat we kunnen doen? Jij bedenkt wie jij wil dat ik ben en ik bedenk wie jij moet zijn. Oké, zullen we dat doen? Dat is leuk. En dan niet een of andere gekke circusartiest, want dat is niet sexy. Maar in ieder geval, een schaal.
voor de eitjes. Hele lange intro, maar het ging er dus om dat ik een andere schaatsen hiervoor heb gescoord. Kijk eens, wat één. Oh, dit is leuk. Kijk, dit was de oude en het meste gewoon niet. Maar nu zijn we cute. Nu zijn we helemaal cute. Ja, ja. Ik voel dit. Ik voel dit stijltje. Dit is gewoon leuk. Nou, zie gewoon af. Kijk, ik heb zelfs deze servetten gevouwen. Dat zei iemand. Een kijkertje. Nou, ik heb het gedaan hoor. Leuk go-to. Hier, mijn Ingiman. Surinamers weten wat het betekent. Hier is ook zilver. Ik snap het. Het is misschien... Nou, leuk hoekje. Leuk hoekje. Dat dacht jij al? Hoezo dacht je nog al? Het hele houding. Hij was onzeker, hè? Onzeker, ja. Ik ben heel erg onzeker. Ik kreeg helemaal de zenuwen hiervan. Oh, ik ben het... Niet natuurlijk, maar ik ben voor Italië, hoor. Ik ben voor Italië. En nu met die penalties. Oh, wat een drama. De rest is ook voor Italië. Dus we balen. Ah, god, er zit er ook weer lekker in, hoor. Helemaal naar gevoel en buik. Penalties. Dat is helemaal nooit leuk. Penalties is nooit leuk, eigenlijk. Eerlijk, penalty is nooit echt leuk. Voor iedereen, ik knik in de knietjes en de bende. En Italië heeft wel een gemist, omdat die gozer helemaal onzeker in zijn element zat. Nu moeten ze wel... Ja, oh ja, achterstand Italianen. Oh, ik vind het helemaal niet relaxed dit. Het is helemaal niet leuk op het late avontuur. Kort voor het slapen gaan ze onrustig je nest in gaan. Oi, 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 oi. Huppakee, je bent bang. Je hebt net haar op je ballen. Je vindt het spannend. Veel mensen in het stadion. Oh, gek sprontje. Oh, hij mist hem! Yes! Ja, ik zei het toch? Little punk boy. Daarnaast. Iedereen baalt. Hele team is boos op je. Ja, ze zijn boos op je. Ze doen alsof ze niet boos op je zijn. Met zo'n klapje van, komt goed. Nee, we praten niet met jou aankomende periode. Allebei gemist. Nou, Italië nu allemaal erin. Engeland nog eentje missen. Oh, kom op. Ik heb helemaal het... Ik krijg diarree van dit. Al moet ik zeggen, daar ben ik wel blij mee. Want ik heb de laatste tijd de hele tijd harde poep. En ik heb het gevoel dat een kleine schuld. Yes, Italië, je lekker. Kom op nou. Wat ik zei, soms heb je te veel harde drollen achter elkaar. Dan kan je één keertje kan je het aan van achter. Maar als je er 3 dagen hebt, dan zegt de kringspier ook van ho, de rekken zijn nou een beetje uit. Een beetje pijn doet het nu. Weet je, dat het zo prikt. Oeh. Dat je denkt, ja, klein scheutje. En dat is de hele tijd weer erbij. Door zo'n grote keutel. Maar wat ik zeg, diarree. Waarschijnlijk wel van de spanning. Dus dat is fijn. Weer. Wat hebben die Engelsen een strakke shirtjes aan? Wat is dit? Eerlijk. Is wel lekker, hè? Ja, ik vind het wel niet te jaren, maar... Ik ook? Eerlijk. En dit is lullig van Trevor. Sorry, ja, nee. Mijn zwager die kan even de even zus. En mijn zus ook. Doei. Voor iedereen die niet het EK heeft gevolgd. Als ze nu scoren, is het Italië gewonnen. Ja, toch? Als ze nu scoren, is Italië gewonnen. Oh, kom op. Make it rain. Ik ga straks zeggen waarom ik het Engeland minder gun. Kom op. Ga, doe het erin. Oh, nee! Jezus, man! Wat is dit nou? Als de tweede stans. Nou oké, okay. Ik kan niet eens meer nadenken wie moet nu scoren. Ja, vier mensen! Het gaat niet lekker in Engeland ook hoor. Deze keeper is wel een baas hoor. Zo, dit is, hij durft niet zijn huis uit aankomende periode. Nee, gênant. Ik hoop voor je dat je ergens anders woont, weet je, bij een andere club voetbalt, maar het is gênant. Italië, lekker. Bella nieuws. Ik lof dit echt tot de max. Waarom ik het dus Italië meer gun, voor iedereen die EK niet gevolgd heeft. De Engelsen speelden heel veel wedstrijden thuis. Vaak is het toch zo dat ze all over the world spelen. Ze speelden de hele tijd in Wembley, omdat het zogenaamd daar de regels en zo met de bende, dat mochten daar wel veel mensen bij elkaar. Wat ik ook gek vond, want volgens mij gaat het er ook helemaal niet lekker. Maar oké, daarbij komt dus dat je telkens thuis speelt. Dat is een lekker gevoel, heel veel van jouw supporters. Dus het gaat om jou, weet je wel. Lekker de power. Als je thuis speelt, win je vaak meer. 90% winkans. Ik weet niet hoe het kan, maar het is wat het is. Ha, kijk het Engelse koningshuis. Ha, 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 zure kopjes. Ik ga stuk. Als je ze zag net. Kate en William en dat kind. Ja, het is wat het is, jongens. Arrivederci. Maar wat ik dus wil zeggen, daarom gun ik het Italië meer. Want Italië speelt die heeft veel meer
hard gestreden en de Engelsen hebben het bijna gekregen. De helft van hier, speel nog maar een thuiswedstrijd. Nog meer lekker in. Nee, oneerlijk, oneerlijk. Dus ja, vrees het er maar op. Italië op de beker. Oh, wat fijn. Gefeliciteerd, schat. Gefeliciteerd met de overwinning. Oh, fijn dit zeg. Jongen, echt. Oh, wat fijn dit. Sorry Annemarie, maar... Nee man, we zijn voor het land waar je woont. We zijn voor Italië. Huil, dat zie je de Italianen ook. Oh, bella bello proficiato. Ik weet niet of dat het is in het Italiaans, maar het klinkt wel zoals je het overtuigd zegt. Proficiato. El mucho perfecto. Ha! Love it! Hoe kan het dat een land zich zo vaak titels winnen? Dat is gewoon echt te maken met... Dat zij echt voor elkaar strijden, echt gewoon tot het... Je bedoelt Italië is vaak gewonnen? Ja, die wel titels hebben gewonnen. Die eten vaak samen. Wij komen vaak ver, maar winnen niet. We winnen niet, ja nee. Ik weet niet hoe het kan, ik vind het pijnlijk ook. Maar ik denk dat ik ga verhuizen naar Italië en dan word ik wel Italiaan. En dat vier ik het zo wel. Weet je, binnen 4 jaar moeten we daar gewoon wonen. Dan is alles gewoon top. Oranje gaat gewoon op de brandstapel. Nee, dat is niet waar. Een trotse Nederlander. Maar het is wel gênant hoe wij iedere keer het niet lekker doen. Maar eerlijk is eerlijk. Lekker hitje geschreven. Zo is het ook. Dat heb ik nooit geschreven als ik hier was. Weet je? Goud.